tussen de WSC en de R5 is natuurlijk aanzienlijk. Die WSC heb je gewoon te veel vermogen, zeg maar, hè, of over. Zo voelt het. De R5 is klein, kort en vinnig. Dus die moet je wel bij zijn leur verpakken. Maar dat gaat steeds beter. Hè. Ik keek in het begin daar heel erg tegenop. Omdat ik in het verleden met een Super 2000 en een 1600 WSC kon ik ook echt niet uit de voeten. Maar ja, kennelijk weet ik me nu wel aan te passen. En ik heb er alle vertrouwen in. Een innoverende dag geweest. Helaas niet goed afgelopen. Laatste proef raak ik aan de binnenkant een muurtje. En rijd ik mijn draagarm stuk. Verder gelukkig weinig schade aan de auto. Maar kon niet verder. Draagarm kapot. Dus jammer. Maar innoverende dag. Vanmorgen even spannend. Hè? Hier met al het snijden en het onverhard ligt overal split. Dus daar zijn we niet meer gewend. Een paar foutjes gemaakt door de dag, die moeten er wel uit. Dat kan niet in de ELE, want dan word je meteen afgestraft. En die verschillen zijn daar, ik denk, een stuk kleiner dan hier. Maar ja, ik heb er toch, ondanks dat we uitvallen de laatste proef, een heel goed gevoel in overgehouden. Het ging hartstikke goed. Ik was steeds meer één met de auto en ja, je kijkt er wel met vertrouwen uit naar de ELE.